Janis Kaiman, vanavond hier België-Slovenië in Leuven. Hoe is het gelopen? Ik denk dat wij wel domineerden deze wedstrijd. Maar jammer genoeg eindigen we met een 2-2. Ik denk als we 2-1 winnen op 85e minuut, dan moet je die wedstrijd ook gewoon kunnen afmaken. En dat hebben we vandaag weer niet kunnen doen. Ja, verloren in Oostenrijk, vanavond hier 2-2 tegen Slovenië. Ik denk ook dat je niet verwacht had dat Slovenië hier kon op voorsprong komen, hè? Begin tweede helft. Nee, dat zat natuurlijk niet in ons plan, want je wilt natuurlijk niet net na de rust op achterstand komen. Ik denk dat we dan wel goed gereageerd hebben, maar jammer genoeg niet scherp genoeg tot op het einde. Ja, het wordt uiteindelijk dan 2-2. Hoe kijk je nu terug op die twee wedstrijden na de Arnold Clark Cup in Engeland? Zijn er nieuwigheden? Is het anders dan toen? Ik denk dat we met een ruime groep zitten. Ik denk dat alle speelsters die hier zijn, die hebben hun kwaliteiten en ook het recht om hier te zijn. En het is nu aan ons om een team op te bouwen. In september is het voor echt. Ja. Dan recent heb je met Lyon was je uitgeschakeld op Chelsea. Na een dubieuze beslissing van de VAR. Hoe kijkt de club daarop terug? Ja, ontgoocheld natuurlijk, want dat is geen leuke manier om uit de Champions League te liggen. Want ik denk dat we die wedstrijd wel verdienen om te winnen, maar de VAR kwam ertussen. Dus dat is ook voetbal en we moeten van zo'n wedstrijd ook leren in Lyon om dat dan niet meer uit handen te geven op het laatste moment. En dan, jullie zijn op weg naar titel, misschien ook beker nog. Hoe kijk je naar de laatste weken daar in Lyon? Ja, we hebben nog twee titels om te gaan halen, dus dat is ook het doel om die binnen te halen. Dus volle bak, focus daarop en alles geven. Ja, en dan, hoe is de stemming in Frankrijk? Want Wendy Renard die zorgde met een tweet voor het ontslag van Corinne Diacre. Hoe is daar bij de club op gereageerd? Want meneer Olas zat daar natuurlijk ook voor een stuk tussen. Ja, ik denk niet dat het alleen door Wendy kwam, maar ik ken er ook het fijnste niet van. Maar ik heb de indruk wel dat ze nu heel gemotiveerd zijn om nu met de nieuwe coach ook vooruit te gaan. Oké, ik dank je en succes voor het vervolg daar. Dank je wel.